Goeiedag kijkers, welkom bij onze nieuwe aflevering van ons DBN-programma Zeg het maar. Vandaag heb ik twee heren in de huiskamer die zichzelf aan jullie zullen presenteren. Wat zij allemaal doen in hun dagelijks leven en hoe zij met hun bezigheden jullie als kijkers kunnen motiveren. Welkom Avinash en welkom Pauwen. Dankjewel om in de huiskamer te zijn bij ons vandaag. Zoals ik het in mijn intro aangeef, is dat jullie twee heren jullie zelf zullen introduceren. Dus ik sta bij Avinash. Wie ben je en wat doe je allemaal? Oké, ik ben, zoals je al zei, Avinash. Om het simpel te zeggen, I'm a man on a mission. En mijn mission is om tenminste 5 miljoen mensen te bereiken. Mensen te helpen de beste versie van zichzelf uit zichzelf te halen en te groeien. Naast mijn missie, als ik niet bezig ben met mijn missie, dan hou ik heel veel van fotografie. Ik ben bezig met fotografie. Ik ben ook belast met de bedrijfsvoering van een marketing- en consultancybureau, Connective Marketing. En ik ben verbonden bij School of Soho als instructeur. En creative director. Oké, ik ben Pauwen Ramcharan. Ik ben 19 jaar. Ik zit op het MIO, studierichting marketing. En ja, ik ben de teambuilding instructeur bij School of Soho. En daarnaast doe ik masseren. Mm-hmm. En mijn hobby's zijn voetballen, gitaar spelen. Ja, dat is het zo een beetje. Oké, ik kom zo meteen bij jou. Je geeft een heel mooi punt aan van dat je masseert. Wat masseer je, waar ben je gespecialiseerd? Welke type massage doe je graag? Nou, ik doe relaxing massage en healing therapie. Oké, en aan de hand van je healing therapie, wat heal je zo precies? Wanneer mensen heel veel pijn hebben of zo, dan kan ik ervoor zorgen door te masseren. Kan ik die pijnen dan wegwerken. Door die pijnen weg te werken, dus gewoon als mensen pijn hebben en al dat soort dingetjes. En hoeveel mensen heb je al gemasseerd en hoeveel succes heb je al geboekt hiermee? Ik heb ongeveer, laten we zeggen, 30 mensen gemasseerd. Mm-hmm. En ze vonden het allemaal goed. Het heeft hem geholpen. Mm-hmm. Ik kan testimonial geven. Ik ben ook een van zijn klanten. Ik ben ook een van zijn klanten geweest. Oké. En heb je het gevolgd of zeg je het is gewoon? Ik heb het eigenlijk van een vriend van me geleerd. Een heel goede vriend. Zit hier zo bij. En hij leert me nog steeds eigenlijk. Mm-hmm. Yes. Oké, maar als we praten over healing therapie en ook massages. Heeft het bijvoorbeeld als je masseert, heb je bepaalde spieren en dingen dat je soms niet mag wegmasseren. Anders heb je een knelling. Hou je daarmee ook rekening? Ja, natuurlijk. Mm-hmm. Anders kan ik die persoon meer pijn geven. Wat eigenlijk niet moet. Oké. Dus ja. Oké. Dan komen we bij Avinash. Je doet fotografie. Van waar die hobby eigenlijk? Eigenlijk, toen ik op de middelbare school zat, werd ik door een oom van mij gevraagd, die dus een video- en fotoreportagebedrijf heeft, om hem te assisteren met fotografie. Mm-hmm. Ik wist niets erover, ik kreeg gewoon een camera. En ik moest naar een feest gaan en ik moest foto's maken. Hij leerde me hoe ik dus op dat knopje moest drukken, dan heb je een foto. Vandaar is het eigenlijk begonnen. En ik begon dus toen een beetje meer, ik hield me veel meer ermee bezig. Totdat ik ontdekte dat ik toch een bepaalde plezier ervaar wanneer ik foto's maak. En dat ik dus, voor veel mensen heb ik gehoord dat ik dus toch een bepaald oog heb voor fotografie. Dus dat je dus dingen anders kunt zien en dat kunt vastleggen middels fotografie. En zo heb ik het opgepakt. En zo ben je dan gaan onderbouwen en alles gaan onderzoeken. Ja. En je bent je daar gaan specialiseren. Ik ben me gaan specialiseren. Heel veel zelfstudie gedaan. Alles wat ik wat fotografie betreft is zelftaught. YouTube en Google. Dat kan tegenwoordig heel makkelijk. En tegenwoordig verzorg ik dus ook fotowalks. Dat zijn dus walk and talk fotografie workshops. Waarbij we dus door de straten van Paramaribo of een andere plek lopen. Mm-hmm. En dan leer je fotografie al lopend. Dus je krijgt de theorie en je kunt dat direct dan ook dat in de praktijk brengen. Oké. Als we praten over School of Soho, wat is School of Soho zelf? Wie zou dat willen vertellen? School of Soho, ik denk dat je al eerder een interview hebt gelegd met de grondlegger, toch? Satish Gopind. En hij heeft zo'n beetje verteld wat School of Soho is, maar dan zal ik het vanuit een ander perspectief deze keer belichten. School of Soho is een educatieplatform, maar dat is niet zomaar een educatieplatform. Het moet complementair zijn met het educatiesysteem dat we nu kennen. Mm-hmm. Als je naar school gaat, de normale school, dan je bent op een bepaalde het systeem is op een bepaalde manier. Het is mostly memory based. Hoe goed kan je iets onthouden bepaalt hoe goed je doet in school.
Ja. Vandaar dat men het ook noemt repetities. Repeteren. Je herhaalt letterlijk wat je geleerd hebt. Zo, je ontwikkelt maar één deel van jezelf. En School of Sohum zegt daar dus een gat, de noodzaak om mensen toch divers te ontwikkelen, mensen breder te ontwikkelen, maar vooral dat je dus de basis, de basic fundamentals van jou als mens zijn ook ontwikkeld. En dan heb ik het bijvoorbeeld over emoties. Hoe ga je om met emoties? Dat leer je niet op school. Mm-hmm. Daar is dus waar School of Sohum in komt. Ja. Je geeft een heel mooi punt aan, dat meestal op school zijn we gebonden. Je mag niet verder dan dat, want waarom ik dat zeg eigenlijk, als we allemaal op school een repetitie hebben en soms schrijft het definieer, you need to recipe what in de boeken staat. Precies. Zeg je het soms in andere woorden, heb je van die lieve leerkrachten die het goed nemen, maar dan heb je ook de ene die denken van, oh mijn god, mijn vijfjarige heeft op mijn blaadje getekend. Alleen strepen. Ja. Precies, dus ja. Je mag eigenlijk... Je moet reciteren. En wat jullie aangeven is bij School of Sohum omdat je je eigen ik gaat ontwikkelen, toch? Precies. Dat doen jullie. Precies. En dat je dan omgaat. Want emoties, hetzelfde wat je ook aangeeft. Op school, bijvoorbeeld, ik belicht het gewoon voor voor de kijkers. Op school bijvoorbeeld, als je gaat vechten, direct een schorsing. Ja, dat is waar. Maar... Heb je ervaring? Geloof me, ik was altijd stout geweest en de kijkers weten het. En op school heb je dan of een schorsing of een ding, maar ze gaan niet echt praten waarom, wat heb je gedaan. Het is direct, je moet naar de schoolhoofd en een straf. Maar als je met emoties omgaat, dan kan je weten waar ligt de knelpunt dan. Waarom is zoiets ontstaan? En zo ontwikkel je jezelf. Dat is een heel goed punt van School of Sohum. Als we gaan naar School of Sohum, als we daarover praten, welke onderwerpen zijn er allemaal die ze jullie geven? Wij hebben dus recentelijk een cursus gelanceerd, dat is dus Smart Human. De cursus heet Smart Human. En nu zijn we bezig met een andere workshop, die zal heten Emotional Freedom. Die zal gaan over emoties. Mm-hmm. Dit zijn dus de dingen die wij voorlopig aanbieden. Om het eigenlijk een beetje te onderbouwen, zodat je beter begrijpt en de kijkers ook beter begrijpen hoe wij te werk gaan. Je kunt wel zeggen, ja, we vullen aan wat de school niet geeft. Maar hoe doe je dat? Als je dus kijkt naar jezelf, dan zijn wij op 5 vlakken voornamelijk bezig. Om mee te beginnen zijn we bezig op intentie. Basically, what's your life purpose? Waarvoor ben je hier? Wat wil je dan zoals doen? Dat is dus één. Een ander is emoties, gevoelens. Daar is een ander vlak waarop we werken. Een derde is expressies en interactie. Hoe ga je om met andere mensen en hoe kun je jezelf het best uiten? En een vierde vlak is de mind. Thinking, et cetera, alles wat met de mind te maken heeft, daarmee zijn we ook bezig. En dan acties, actions. So, in dit kader ontwikkelen wij heel veel workshops die wij aanbieden. Smart Human is er één van. We gaan dus binnenkort ook andere evenementen, workshops organiseren. Die eentje heet bijvoorbeeld Life Purpose. Er is een hele scala en ik ken ze ook niet allemaal uit het hoofd. Het beste is dat de kijker dus naar onze website gaat, www.schoolofsohum.com, waar je dus eigenlijk een overzicht hebt van alles. Oké. Als we praten over Smart Human, want daarom zijn jullie vandaag hier. Pauwen, wanneer kan iemand zich een Smart Human roepen? Nou, als je een, zeg maar, een baas bent op het gebied van tijd, geld en energie. Laten we kijken naar geld. Iedereen wil geld verdienen. Nou, als je jong bent of oud bent, ik wil ook geld verdienen. Wat je bij deze cursus leert is, hoe kan je makkelijk aan geld komen? Wat Awinash doet, hij is de instructeur, dus hij gaat je een aantal vragen stellen of zo. Dus de cursus heeft een aantal vragen. En door middel van die vragen kan je skills ontdekken, weten wat je, dan weet je wat je echt in je hebt. En zodoende kan je aan geld komen. Bijvoorbeeld, ik wist nooit dat ik kon masseren, wat ik net eerder aan je vertelde. En zo ben ik begonnen. Ik heb gezien dat ik kan masseren. En het werkt wel. Ja, het werkt wel. Eigenlijk door die Smart Human. Maar zo heb je ook studie. Ik moest een studierichting kiezen. Ik wist niet wat ik moest kiezen. Ik heb die Smart Human gevolgd en daarna heb ik gezien wat ik echt wil. Ik heb voor marketing gekozen. Dus ja. Dus aan de hand daarvan heb je dan verder je school ontwikkeld, om het zo te zeggen. Oké, als we komen bij Smart Human en wat je allemaal aangeeft. Als je zelf aangeeft, dat heeft je geholpen om zelf te kiezen wat je wil worden. Had je daarvoor nooit als kind een visualiteit van ik wil dit worden? Ja, ik wilde... Had je dan toen je moest kiezen dan niet het geval van oké, ik ga dan die richting op en je studeert dan die richting verder? Want ik neem aan dat je tijdens de Milo een bewuste keuze hebt gemaakt om naar de B te gaan of naar de A te gaan.
Ja, precies. Ik wilde arts worden, om eerlijk te zijn. Mm-hmm. Maar toen ik op de MULO school aankwam, zei ik, natuurkunde lukt me niet. Mm-hmm. Wiskunde nog minder. Dus daar had je maar twee keuzes. Je had een A-richting en een B-richting. Mm-hmm. Dus ik koos voor de A-richting, want ik had geen andere keuze. Ja, C bestond. Ja, C bestond niet. En bestaat ook niet. Dus ja. Oké, okay, maar als je arts wil worden, betekent je had een bewuste keuze. Maar daar kom ik dan weer bij. Je had een bewuste keuze in je mind van ik wil arts worden. Dus je gaat de A of de B-richting. Je gaat de B-richting dan op, want je wilt arts worden. Betekent je harder gaat studeren voor de natuurkunde en wiskunde. Dat is waar. En hoe is het toen niet gelukt? Nou, je had andere plannen in je hoofd. Ja, ik zag dat ik ook goed was in rekenvakken. Mm-hmm. Dus ik dacht van, op de lagere school dacht ik altijd van, ja, ik ga natuurkunde doen, mm-hmm. weet je, iets arts worden, iets groots mm-hmm. van mezelf maken. Maar nu kom ik op de MULO school aan, dan zie ik van, nee, ik ben goed in reken, ik moet misschien naar de A. Mm-hmm. Heb ik voor de A gekozen. Mm-hmm. Dus ja, en dan boekhouder, dan toen kreeg ik daar zo'n boekhouder, handelskennis. Ja, en dat heb ik dan toen gedaan, dan ben ik geslaagd, ben ik naar de IMIO gegaan. Omdat ik daar zag van, hé, hier heb je meer economische vakken. Die andere middelbare scholen, zoals VWO, HAVO, zijn ook goed. Maar ik koos voor de IMIO, omdat ik vond van, ja, ik wil na mijn middelbare eigenlijk werken. Mm-hmm. Dus, ja, IMIO is inderdaad yes. Studiegericht. Oké, okay, ik kan eigenlijk meer ingaan op je dingen, maar we gaan een beetje verder. Okay. Van waar de naam Smart Woman Aminash? Oké, dan is er een hele verhaal hierachter. Mag je vertellen? Oké, okay, geweldig. Ik begon dit jaar met een workshop, Growth mm-hmm. 20. Ik had de behoefte, ik had de noodzaak om iets terug te geven. En dus ik dacht, oké, ik zal een workshop in elkaar zetten. Ik zal het doen. Growth 20 heette mm-hmm. de workshop. Het ging erover hoe maak je het beste van het jaar, van 2020. De workshop was zo goed ontvangen dat ik genoodzaakt was om een tweede te doen. Want er waren zoveel aanmeldingen. Mm-hmm. Zo, ik heb twee Growth 20 workshops achter de rug. Daarna, na enkele weken, zie ik een vacature op mijn pad komen. Het betrof om een coach te worden bij een internationale organisatie. Je zou op de werkplek moest je dan je collega's coachen wanneer ze dus iets niet goed doen en dat je ze even begeleid hebt. Ik word uitgenodigd voor een interview. Ik krijg een geweldige presentatie. En daarin is er een zin die mij het meest heeft aangesproken. En die zin was, ik kan niet zo uit het hoofd, maar het ging erom dat als jou het betrof om een bedrijf dat rechtstreeks in contact is met klanten. Dus als jij als werknemer een klant voor je hebt, dan moet jij ter aller tijde een vriendelijk gezicht op hebben en je moet smilen. Ik dacht, oké, mooi. Dit is toch standaard bij elk ander bedrijf. Prachtig. Mijn vraag nu aan de mensen die mij aan het interviewen was, hoe zorg jij als bedrijf ervoor dat er wel elke keer een smile op je gezicht is van je werknemer? Zeker. En dan zeiden ze, maar ja, jij bent de coach toch, je moet die persoon even erop attenderen van, hey, je moet smilen. Hey, je mm-hmm. hebt nu een klant voor je, je moet lachen. Ik zei, nee, dat werkt toch niet zo. Ik kan wel aan je zeggen, lach, dan ga je wel een smile op je hebben, maar hoe genuine is dat, weet je, hoe eerlijk is dat? Yeah. Dat is één. En de tweede vraag die ik aan ze stelde, oké, welk concreet programma heb jij als bedrijf om ervoor te zorgen dat de mensen wel smilen, dat de mensen wel happy zijn. En daar was er ook geen antwoord op. En mind you, het gaat om een internationaal bedrijf. Hè? Het is niet gewoon any, het is een internationaal bedrijf. Dat bedrijf heeft geen specifiek programma om de mental health van hun werknemers te waarborgen. Maar ze verwachten wel van jou als werknemer dat jij wel happy bent elke keer. Wat eigenlijk een minpunt is, want jouw werksfeer maakt jou de happy person. Als je niet teruggeeft aan jouw werknemers en jouw werkgevers, dan kom je naar werk omdat je geld wil verdienen. Precies. Kom je niet met pret. Precies. Ja. Dus ik vond dat niet paste. En ik heb me vreselijk geïrriteerd eraan. Ik heb dus de joboffer bedankt. En ik heb mijn irritaties en frustraties geuit bij mijn vrienden. En we waren toen aan het brainstormen. Ik zei, we moeten iets hieraan doen. Ja. En toen kwam een workshop, Be Human. Wij hebben dus die workshop in elkaar gezet. Het betrof van een workshop die gaat over de mens zijn beter begrijpen. Je kan niet emoties negeren en verwachten dat iemand in volle potentie gaat werken voor je. Dat is onmogelijk, weet je. Je negeert eigenlijk de basics of mens zijn. Die workshop ging over emoties, hoe ga je om met emoties in de mind, hoe is je denkpatroon, etc. We hebben die gedaan, die workshop is ook heel goed ontvangen door de mensen. En toen dachten we, what next? Ja. Als jij al weet
hoe jij als mens functioneert, wat de basics zijn van jouw mens zijn, hoe verder. Mm. En toen kwamen we erop, hey, je bent niet alleen op deze wereld. Ik kan wel misschien begrijpen hoe ik ben als mens, ik kan wel mijn emoties onder controle hebben, maar je hebt te maken met andere mensen. Wat als die mensen dat niet weten? Ja. Hoe ga je dus nu om? Dat is één aspect ervan. En het tweede is, je leeft, als je het nu wilt of niet, je leeft in een wereld met geschreven en ongeschreven regels. Er is een bepaalde structuur. De vraag is, hoe ga je nu zo efficiënt om, hoe beweeg je jezelf zo tactvol in deze wereld, dat het conflictvrij voor jou is, mm-hmm. zo min mogelijk conflicten hebt. En daar komt het woordje dan smart van toepassing. Mm-hmm. Je bent al een human, hoe word je nu een smart human? Mm-hmm. En om invulling te geven aan deze workshop hebben wij dus de drie topics waarover Pabon al eerder heeft gesproken gepakt. Tijd, geld en energie. Het zijn drie topics of het zijn drie bronnen die door heel veel mensen als oneindig beschouwd worden. Yeah. Mensen hebben het idee, ze hebben oneindig veel tijd, ze hebben oneindig veel energie en ze moeten oneindig veel geld maken. Mm-hmm. Die waarom vraag erachter, dat weten mensen niet te beantwoorden. Als je dat al snapt, dan ga je begrijpen hoeveel je niet hoeft te doen. Ja. En hoeveel je wel anders kan doen. En dat is dan hoe die workshop Smart Human in elkaar is gezet. En dat doen we nu. Maar time, energy en money. Ja. Als wij 24 uur hebben in een dag, betekent 24 uur dat deze drie bronnen van toepassing komen in een dag. Is het zo dat tijdens de workshop deze drie bronnen in die 24 uur dan van toepassing worden gemaakt, dat je zoveel geld kan uitgeven in een dag? Jouw beheersing daarover, dan komt energie bij kijken en hoeveel tijd je besteedt? Dat is nog meer, je gaat een stapje verder, dat, is meer de specifieke, oh, okay. dat zijn meer de specifieke ja. skills en technieken. Exactly. Weet je hoe je moet budgetteren, time management. Exactly. Dat zijn de gebruikelijke workshops die ik eigenlijk een beetje cliché al vind. Je kunt het anywhere opzoeken en je zult het vinden. Mm-hmm. Dat is dus de top layer. Wat is die onder layer? Waarom moet je in staat zijn om je tijd te kunnen managen? Waarom moet je in staat zijn slim om te gaan met je geld? Mm-hmm. Ik leer je nog niet hoe je moet omgaan met je geld. Ik leer je alvast waarom moet je omgaan slim omgaan met je geld. Dus die mm-hmm. waarom vragen worden voornamelijk heel okay. erg beantwoord bij de Smart Human mm-hmm. Course. Avinash, jij verzorgt deze cursus. En is deze cursus eigenlijk erkend? Je bedoelt erkend door? Gewoon geaccrediteerd. Krijgen ze een diploma of is het gewoon dat ze na dit dan zeggen van oké, I'm a Smart Human? Nee, het is niet geaccrediteerd, je krijgt geen diploma, maar wat je wel krijgt is genoeg verstand. Mm-hmm. Die krijg je wel mee om jezelf te gaan reflecteren, om voor de spiegel te kunnen staan en voor jezelf te gaan kunnen bepalen, am I doing it right or not? Mm-hmm. Dat krijg je wel mee. Oké, en om mee te doen aan zo'n workshop, is er een te zeggen, leeftijd aan verbonden of zegt men iedereen? Het is eigenlijk toegankelijk voor iedereen. Mm-hmm. Wat we nu gedaan hebben, de workshop was initieel gepland om gewoon live te doen okay. Als een evenement. Maar vanwege de situatie hebben wij, dus zijn wij overgestapt naar een online cursus. Okay. De cursus is dus nu online op de website van School of Soham. En mm-hmm. Het is gratis, het is toegankelijk anytime and anywhere. Heel veel mensen weten nog niet wat online cursus inhoudt. Het is een cursus die dus al vooraf is opgenomen. Alles is al online. Wanneer dat jou goed uitkomt, kun je gewoon met klikjes drukken op de website yeah. en dan kom je daar. Alles is al daar, je moet het gewoon volgen. Mm-hmm. En het is gratis. Oké. En dan komen we bij jou. Even buiten de Smart of Human, hoe is het eigenlijk dat je bent betrokken bij Soham? Nou, eigenlijk door de founder zelf, dat is zo begin. Mm-hmm. Hij heeft me gevraagd of ik niet wil meedoen aan dit soort mm-hmm. leuke dingen. Toen zei ik hem van ja, is goed. Maar wat houdt het allemaal in? Dan toen begon hij me uit te leggen van hey, kijk, we gaan dit doen, we gaan mensen helpen. Weet je, mm-hmm. zo ben ik eigenlijk een meelopertje en dan ben ik in, was ik een meelopertje en nu ben ik in School of Soham. In de School of Soham. Yes. En jij bent team building. Ja, team building. Oké, dan te komen bij team of building. Wat doe jij allemaal? Team building. Team building is letterlijk sport en spel. Mm-hmm. Dus bijvoorbeeld als we voor een bedrijf team building moeten doen. Moeten deze jongens bij mij komen. Dus dan heb ik zo een boekje eigenlijk, mm-hmm. waarin ik alle teambuildings heb. Dan bespreek ik het met hun en gaan we naar een bedrijf mm-hmm. om het te doen. En ja. Oké, en hoe defineer jij teambuilding? Nou, ik wil mensen bij elkaar krijgen, zodat ze... kijk, bijvoorbeeld in een bedrijf. Mm-hmm. Als je
In een bedrijf werkt, moet je met mensen kunnen omgaan. Mm-hmm. Dus wat teambuilding eigenlijk doet is, ik breng mensen bij elkaar, ik doe sport en spel met ze, maar ik doe meer teamsports of teamspelletjes, zodat ze met elkaar daar kunnen omgaan. En dat ze dat kunnen toepassen ook in een bedrijf. Je moet in een bedrijf samenwerken, dan pas gaat je bedrijf goed kunnen draaien. Ja. Als dat niet gebeurt, dan gaat je bedrijf niet goed draaien. Ja. Dat snap je. Dus ja. Oké. Okay. En hij lijkt onschuldig en zo rustig, maar wanneer hij in zijn sas is, wanneer hij bezig is met teambuilding, dan weet hij wel ervoor te zorgen dat mensen, wanneer ze bij elkaar zijn, dat ze verbonden raken met elkaar. Ja. En dat de teamgeest, zoals we dat noemen, dat wel tot uiting komt. Dat je elkaar begrijpt, elkaar behoeftes, elkaar noodzaken erop kunt inspelen. Ja. En als een team verder kunt gaan. Mm. Dat is waar hij heel goed, wat hij heel goed doet. Oké. Te komen bij jou, Aminash. Als we denken aan een denkwijze en jullie geven aan dat de denkwijze ons niet genoeg voedt, als we het kunnen lezen op de website, waarom zegt hij dat? Wat jullie aangeven in het Engels, the mindset is not feeding us well, enough. Mm-hmm. Waarom zeg je dat? De huidige mindset is not feeding. Zie, kijk, heel veel mensen, wat gebeurt er? Zoals ik al zei, we leven in een wereld met geschreven en aangeschreven wereld. Mm-hmm. En nu, hoe we toegang hebben tot heel veel informatie, is er zo dat jouw leven gedicteerd wordt door andere mensen. Andere mensen zeggen aan jou, als je het nu wilt of niet, indirect, direct, gebeurt er dat heel veel externe factoren aan jou zeggen hoe jij moet leven en hoe jij moet zijn. Zie vanaf kleins af al, er wordt aan jou gezegd hoe je moet lopen, hoe je moet eten, hoe je alles moet doen. Wanneer je naar school gaat, wordt aan jou aangeleerd hoe je moet denken. En noem maar op. En als je nu op social media actief bent, dan wordt er direct en indirect heel veel aan jou gezegd hoe je moet zijn. Die ruimte om voor jezelf te bepalen, mensen staan daar niet bij stil. Mensen kijken niet altijd graag naar binnen om te kijken, wat wil ik nu precies? Zo, hun mindset is altijd, de mindset van heel veel mensen is altijd, is meestal opgebouwd op basis van wat van buiten afkomt. Wat school of zo hem dan doet is, we switchen het gewoon. We switchen de bron van deze informatie. In plaats van buiten afkomen, halen we, kijken we even naar jou als mens. Wat komt uit jou? Hoe wil jij als mens zijn? En op basis daarvan kun jij jouw leven dan inrichten. Oké. En hoe lang duurt zo'n cursus? Deze specifieke Smart Human cursus is gemiddeld, het hangt van jou af hoe lang jij eroverheen wilt doen, want het zijn video's en er zijn oefeningen, dus hoeveel tijd jij besteedt aan oefeningen, maar gemiddeld duurt het een uurtje. Een uurtje. Oké. Ik ben wel gegaan op jullie website en jullie website staat geheel in het Engels. Waarom die keuze? We zijn in een online wereld nu en daar ken je geen grenzen, fysieke grenzen van dit land, dat land. We willen zoveel als mogelijk school of zo van heeft als doen om op zijn minst 35 miljoen mensen te bereiken. Dus in Suriname gaan we dat niet halen, hè? 35 miljoen. Nou, ben niet eens zo. Ben niet eens. Ben niet eens een miljoen, precies. Dus het is voor ons een keuze geweest, wat gaan we doen? Gaan we dus direct de internationale markt, gaan we daarop direct inspelen? Of zullen we weer stapsgewijs voor Suriname, Suriname doen? Het was voor ons makkelijk, een makkelijke keuze om direct gewoon de internationale markt daarop te richten. En dus vandaar ook dat wij ervoor gekozen hebben om Engels, de website in Engels te doen. De workshop is wel in het Nederlands, met Engelse subtitles, dus het kan ook gevolgd worden door andere mensen. Wat ook al gedaan wordt trouwens, de workshop is inmiddels door bijna 100 mensen gevolgd. En niet alleen Surinamers, we hebben mensen uit Nederland, we hebben mensen uit Amerika, we hebben ook mensen uit Frankrijk die de cursus hebben gevolgd. Oké, te komen bij dat stukje, smart human en van grades en al dat soort dingetjes. Be a smart human heeft niet te maken van hoe jij en je wordt gevoed door de scholing en al dat soort dingetjes. Waarom die tegenstelling als jij bijvoorbeeld bezig bent met zo'n cursus en jezelf ook naar school gaat, waarom die tegenstelling? Nou, school heeft een normale structuur. Je volgt daar zo. Je hebt talen, je krijgt talen, leervakken, rekenvakken en gym, toch? Maar je leert eigenlijk niet wat je in jezelf hebt. Kijk, we gaan naar school en je wilt iets, je wilt iets doen. Veel jongeren zeggen het, toch? Ik ga naar school, maar ik weet niet waarom ik naar school ga. Ik ga naar school om iets te leren, maar ik wil dat niet leren. Dat zeggen veel studenten op mijn school ook.
Dus eigenlijk gaan ze geforceerd naar school. Mm-hmm. Maar wat die smart human eigenlijk doet is, het leert je iets uit jou halen, wat je echt in je hebt. Mm-hmm. Zoals wat ik al eerder zei, ik wist niet dat ik kon masseren, ik wist niet dat ik gitaar kon spelen, echt mooi gitaar kon spelen. Mm-hmm. Ik wist niet dat ik aan fotografie een beetje kon doen. Mm-hmm. En met deze skills kan ik ook geld verdienen. Mm-hmm. Dus dat zat eigenlijk in me. En die smart human helpt je eigenlijk die wat echt in je ziel eruit halen. Ga je nog naar school? Yes. Je gaat nog wel naar school. Yeah. Je kan omgaan met tijd, energie en skills? Yes. Waarom ga je dan naar school? En daarom wil ik dus invullen. Ik zou dit concept niet, of school of zoon zou ik dat niet als tegenovergesteld van de normale educatiesysteem zien. We staan niet tegenover elkaar. Mm-hmm. We staan naast elkaar. Wat jij niet kan doen, wij voor jou. Mm-hmm. Dat is hoe je het zou moeten bekijken. Dus jullie hebben een samenwerking. Je vult aan. We zijn complementair, we vullen aan. Dus dat is hoe school of zoon gezien moet worden. En ook deze cursus. Het is niet omdat je altijd geld en energie weet ermee om te gaan, dan hoef je niet meer naar school te gaan. Mm-hmm. Wat je niet op school leert, dat is waar we je wel mee kunnen helpen. Dus ook al, als je ervoor kiest om niet naar school te gaan, zeg ik niet dat school of zo ervoor zal zorgen dat je carrière opgebouwd wordt, dat je je brood zult verdienen. Nee, dat zeggen we niet. Dat is eigenlijk gelimiteerd denken en dan niet smart. So, wat we wel doen is, als je naar school gaat, je struggelt, en dat weten we, je struggelt, wij weten dat je struggelt. Als je naar school gaat en je struggelt en je weet niet wat anders te doen, dan moet je naar school of zo komen. Oké, okay. En hoe kan men zich inschrijven? Voor een workshop, voor deze specifieke cursus, Smart Human, is het heel simpel. Je gaat online, je maakt een account aan, dat kan middels Facebook of een e-mailadres of Google e-mailadressen. En heb je al een account, dan ben je al deel van de website. En als je al deel bent van de website, dan krijg je al automatisch toegang tot de Smart Human cursus. Avinash heeft het eigenlijk aangegeven hoe jij je kunt inschrijven voor deze Smart Human cursus. Weet u het dan nog niet of is het dan nog niet duidelijk voor u? Kom, laten we gezamenlijk kijken naar een videootje hoe je zich kunt inschrijven. Ga op www.schoolofsoham.com. Vanuit de huispagina scroll je naar de Smart Human cursus. En om deel uit te maken van de cursus moet je zelf inschrijven op de website. Waarbij je dan een member wordt. En dat duurt dus simpelweg je e-mail te plaatsen met je eigen wachtwoord. Dat betekent dan ook dat je van andere cursussen kunt genieten. Eenmaal een member kun je dan de cursus op je eigen gemak volgen. Gratis, anytime and anywhere. Avinash. Je geeft aan dat men zich online moet inschrijven en dat de cursus ook online is. Als je zo'n analfabeet krijgt die eigenlijk met deze drie dingen wil omgaan en men is geïnteresseerd, je krijgt de analfabeet die eigenlijk niet weet om te gaan met de laptop of computer of online things, hoe kan men zich dan nog inschrijven? We hebben nog geen alternatief daarvoor. Het is analfabeet zou ik ze niet noemen. Maar de mensen die niet nog tech savvy zijn, mensen die nog niet zo handig zijn met de computer, et cetera. Voor hun hebben wij dus die video die je zojuist hebt gewezen in elkaar gezet. Voor nu hebben we nog geen uitweg, maar zodra de situatie het toelaat, willen wij daar ook natuurlijk wat online gebeurt ook live doen met mensen. Zodat we gewoon dus, one-on-one. Ja. Oké, en te komen bij jullie focussen op time, energy en money. Met de COVID-situatie is het zo dat 1, we zitten in een economische crisis. 2, tijd hebben we genoeg gehad. Nu niet, want alles begint een beetje te normaliseren. Als we denken aan energie, you need to build it up. Dan komen we bij zo iemand. Iemand komt me zeggen van, oké, iemand komt bij jullie en zegt van, mijn tijd, ik zit in een economische crisis, business draait niet, mijn energie daalt omdat ik geen geld zie. Ik heb dan weinig tijd om mijn geld weer op te bouwen, want er is zo'n crisis die nu gaande is. Als zo iemand bij jullie komt, kun je misschien een demo geven hoe jullie zo iemand kunnen helpen? Het beste gaan we zeggen, quality cursus online. Mm-hmm. Want daar leer je precies alles wat je zojuist hebt opgenomen. Mm-hmm. Daar leer je precies van gaan. Dan ga je ontdekken dat de een is natuurlijk de oorzaak van de ander, van het andere probleem. Maar als je ze weet, als je jezelf al weet te analyseren en weet je tijd in te delen, weet voor jezelf te bepalen waar gaat mijn tijd naartoe, wat
trekt mij energie en hoe krijg ik energie en hoe kan ik beter geld maken of hoe kan ik anders geld maken, dan is je probleem al voor een grote mate opgelost. Dus ik zal ze gewoon naar de workshop website opsturen. Oké, en wat is jullie einddoel voor Smart Human? We willen op zijn minst 1000 mensen bereiken. We willen 1000 mensen deze tools geven die we hebben. Het gaat er natuurlijk allemaal, draait er allemaal om dat jij dus voor jezelf een betere mens wordt. We all want a happy world. We all want a world that is functioning very well. People are effective and efficient. Dat is dus het uiteindelijke doel. Maar voor Smart Human specifiek willen we minimaal 1000 mensen halen. En ik hoop dat de mensen die kijken naar deze workshop en naar dit interview, dat zij zich ook gaan aanmelden op de website om deze workshop te doen. Het is maar een uurtje en het is gratis. En het is gratis. Oké. Aan het eind zou ik willen zeggen aan jullie beiden, hebben jullie een boodschap naar de kijkers toe? En als jullie nog wat willen aanvullen bij Smart of Human? Mijn boodschap zal zijn, we hebben altijd het idee dat het probleem buiten ons ligt, maar we kiezen niet ervoor om een oplossing te gaan zoeken. En meestal zoeken we quick oplossingen. Zeg maar als het in een uurtje, als ik in een uurtje Smart Human ben geworden, dan is het geweldig, dan ga ik het doen. Maar dat is het niet. Het gaat erom dat jij charge neemt of jouw leven. Jij neemt jouw leven in handen. Jij bepaalt voor jezelf welke richting jij op wilt. En om dat te kunnen doen, zijn wij er hier om je te helpen. We zijn er hier om je de nodige tools en tips te geven. En één daarvan is Smart Human. Ik wil dat je van, ik echt uit mijn hart zeg ik, als jij de tijd hebt, als jij eraan toe komt, volg alsjeblieft de workshop. En het zal je heel veel goeds doen. En Paul, ben jij? Ja, Aminaj heeft het eigenlijk al gezegd, maar ik zou aan de studenten willen zeggen, aan de schoolgaten. Als je niet weet wat je moet kiezen, je weet niet wat je moet studeren. En als je je studie niet eigenlijk kan inplannen en je wilt geld verdienen, ook geld verdienen met je eigen skills, volg gewoon de Smart Human Workshop. Oké, thank you. Dankjewel voor jullie tijd en de kijkers zou ik willen zeggen, do join Smart of Human. Toch? Ja, dankjewel. Oké, thank you. Wij zijn aan het eind gekomen van ons TBN-programma Zeg het maar. Heeft u meer vragen hieromtrent? Oftewel, de Smart of Human zou ik willen zeggen, do check their website www.schoolofsochem.com en is dat nog niet duidelijk genoeg, zou ik zeggen, neem gerust op met deze twee heren. Zij zijn te vinden op een Facebookpagina, oftewel gewoon op Instagram. Mijn naam is Shanita Bagwandin, jullie presentatrice geweest voor deze aflevering en ik zie jullie tot de volgende keer.